Rudy heeft heel lang niet geweten wat hij wilde fotograferen, hoe hij het wilde en hoe hij het thema humor in beeld wilde brengen. Hij heeft er heel lang over nagedacht, tot hij een foto tegenkwam waarvan hij aangaf dat hij die graag wilde doen. Dat heeft hij verder uitgewerkt. De originele foto was op het strand, maar er dreigden veel strandfoto's op de kalender te komen. Toen zijn we gaan nadenken over een andere locatie en op een feestje had ik een gesprek met iemand en toen hadden we het over Vlas. Met dat idee ben ik naar Rudy gestapt en gevraagd of dat een oplossing was. Hij vond dat een goed idee, maar het probleem met Vlas is dat het maar bloeit tussen 10 en 15 juni. En op dat moment was het 5 juni. Er moesten toen nog 3 modellen gezocht worden. De foto is op hele korte termijn uitgedacht en uitgevoerd, omdat de natuur ons niet veel ruimte liet. We hadden het gepland op een zaterdagmorgen en het weer zat eigenlijk helemaal niet mee. Het dreigde te gaan regenen en we hadden een stuk land uitgekozen met een wat minder drukke achtergrond, zonder te vragen of het mocht. Op de zaterdagmorgen zijn we in het stuk land aan de slag gegaan en uiteraard op de trekkerpaden gebleven. Opeens kwam er iemand aangereden en zette zijn auto bij die van ons neer. Dat bleek de eigenaar van het land te zijn. Bij de bruidegom had ik al zijn mouw en broekspijp afgeknipt en de eigenaar bekeek wat we aan het doen waren. Toen vroeg de eigenaar of dit een echte bruiloft was. Ik antwoordde van niet en legde kort uit waar het voor was. "Oh ja," zei hij. "Ik dacht al, als dit een echte bruiloft is, dan gaat het op voorhand niet goed komen." Hij wenste ons veel succes en ging verder met zijn werk. Ik slaakte een zucht van verlichting, want ik was bang dat hij ons uit zijn land zou zetten.